Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland. In het zuiden komen ook al wat opklaringen voor. De wolken zijn in het noorden van het land hardnekkiger. Het is laaghangende bewolking waar de satelliet in de vroege ochtend wat moeite mee heeft. Maar vanochtend dus inderdaad wat zon in het zuiden. Langzaam oplopende temperaturen. Maar echt te warm is het niet. Het wordt in de ochtend maar 2 of 3 graden. Vanmiddag 3 tot 7 graden de hoogste temperaturen in Limburg. In het midden en zuiden van het land af en toe wat zonneschijn. In het noorden overheerst bewolking. Een zwakke tot matige wind waait er uit een de oostelijke richting. In de avond breiden de opklaringen zich langzaam wat uit. Ook in noordelijke richtingen zien we de temperaturen vlot dalen. In de nacht kan het hier en daar in het binnenland een graadje vriezen. Dan beginnen we morgen plaatselijk met wat nevel of mist. Daarna schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost wordt het 5 tot 9 graden. In het weekend gaan de temperaturen weer omlaag. 4 of 5 graden maximaal. Met vooral zaterdagperiode met regen van het zuiden uit. Zondag nog wat gedruppel. en na het en er wordt het dan weer op de meeste plaatsen droog, en met 5 graden blijft de temperatuur redelijk op niveau. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl